heb vandaag Alpro bezocht in Wevegem en dat was bijzonder interessant. Want Alpro heeft eigenlijk een soort drank ontwikkeld op basis van sojabonen. En dus een beetje vervanger van melk, maar zonder dierlijke oorsprong, enkel plantaardig. Wat betekent dat het eigenlijk ook bijzonder ecologisch is. Hè? En het bevat heel veel eiwitten. En ze zijn begonnen met een drank, de pure sojadrank. Maar geleidelijk aan heeft men daar middelen toegevoegd, chocoladesmaak, maar ook fruitsmaken, yoghurts gemaakt en ook room voor in de keuken te gebruiken. En zij werken met een zeer enthousiaste ploeg die nieuwe producten brengt. En eigenlijk 90% van wat ze hier produceren, voeren ze uit naar het buitenland. We zien hier dus heel veel innovatie. We zien de tevreden mensen werken. Er is ook een goed overleg tussen werkgevers en vakbond. En heel veel enthousiaste mensen.